Lars, ik heb een idee. Wat dan? Om het intro even iets anders te doen dan we normaal doen. Oh, dat is even goed, even dat is even leuk. Even wat afwisseling. Ja. Hallo luisteraars. Dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap opvoeden. Tegenover mij zit Tijmen van den Beuken. En tegenover mij zit Lars Limburg. Leuk dat je luistert. Nou Lars, we zitten op een hele speciale plaats. Ja, voor mij. Uh, is het best wel logische plaats eigenlijk. En voor mij de laatste tijd ook wel. Maar hier is wel de podcast geboren. Ja, ja want dan zijn we zijn weer bij mij thuis, hè? Ja, In ja, Nijmegen. Ja. We zijn hier, omdat we nou veel flexibeler zijn. Hè? Dat klopt toch? Ja, we zijn niet meer gebonden aan, uh, aan een bepaalde school. Uh, maar dat houdt, houdt er ons niet van dat we daar nog steeds langs gaan. Hmm. Maar we zijn wel wat flexibeler geworden als het gaat over gasten. Dus wij kunnen meer naar de gasten toe zodat de gasten ons ook beter kunnen bereiken. Want inderdaad, als je alleen maar in het meest zuidelijke puntje van Limburg zit met je podcast. dan is het gewoon voor veel gasten die wat noordelijker wonen. gewoon onmogelijk of heel erg lastig om bij jou te komen. Ja, maar het bevat mij ook wel goed om op andere plekken te zijn. of in de natuur, of in de, op een bankje. of juist weer op school. Het is wel leuk om andere plekken te zijn, want overal leeft pedagogiek. Lars, vandaag gaan we het hebben over slechtziende jongeren. Ja. Het is een onderwerp wat, um, wat ik niet meteen koppelde aan, uh, aan ons onderwerp, aan pedagogiek. Maar achteraf gezien toch wel weer. Want het is natuurlijk een doelgroep die begeleiding nodig heeft, uiteraard omdat ze een beperking hebben. Maar ook omdat ik het niet zoveel merk in mijn dagelijks leven en ik zie het ook niet zoveel. En ik, om eerlijk te zijn, heb ik het in de opleiding op Opvoedkunde ook nog niet voorbij zien komen. Heb jij dat voorbij zien komen? Uh, nee, niet zo'n specifieke, uh, specifieke handicap. Ik kan me wel herinneren dat, wij wel, uh, dat er wel uh, uh, mensen ook iets gingen doen met, uh, met bepaalde problemen met leren. Mm -hmm. uh, en dat kon natuurlijk ook zijn, is inderdaad slechthorend. Uh, dus daar heb ik nog wel uh, iets van meegekregen. Want dan moet je natuurlijk een hele andere manier van, uh, van opvoeden en van aanleren moet je uh, hanteren. Mm -hmm. Want je werkt bijvoorbeeld met, uh, met gebarentaal als iemand slecht hoort. Uh, en daar ben ik wel benieuwd van hoe leer je uh, deze jongeren en kinderen dan uh, bepaalde dingen aan? Yes, zoals altijd gaan we dadelijk wat wetenschappelijke bronnen erbij halen. En kunnen wij onze vragen stellen aan een nieuwe gast. En dat is vandaag Yvonne Roeven. En zij is jobcoach en maatschappelijk werker. En zij werkt al aantal jaren met mensen met een visuele beperking. Dus dat is natuurlijk de perfecte persoon om hier meer aan te vragen. Ja, ik ben heel benieuwd naar een paar dingen die er wel. Ja, je weet er gewoon ook niet zo heel veel van af, hè? Eh, Want ik zeg net dat tegen jou. Bestaan ze? Ja, ze bestaan dus blijkbaar wel. Alleen, ja, wanneer kom je dat nou tegen als je er nooit iets van gehoord hebt? En hoe, hoe ga je er dan mee om? Misschien nog wel veel, veel belangrijker. Ja. Eh, want omdat we natuurlijk naar een maatschappij willen gaan waarin iedereen elkaar zorgt en waar, waar iedereen naar elkaar omkijkt. Hmm. Een beetje zoals het vroeger was: hè? de verzorgingsstaat is een beetje afgelopen. En nu willen we meer naar dat, hè, de participerende samenleving. Dus ja, dan is het wel ook wel belangrijk dat wij weten hoe we met elkaar om moeten gaan. Ja, en zeker hoe je om moet gaan met, met kinderen die nog zitten met een handicap. En volgens mij gaat de quote van de week daar ook over Yes. De uitspraak van de week. De uitspraak van deze week is van een Nieuw-Zeelandse auteur genaamd Janet Frame. De mislukking ligt bij de verwachtingen van anderen. Ja, dat vind ik wel een mooie. Wij waren op zoek naar een quote en eigenlijk sprong deze er al meteen uit. Ja, omdat, omdat deze gewoon heel erg alleszeggend alles is. Als jij dus uh, bijvoorbeeld werkt of aankijkt tegen mensen met een beperking. Jij hebt een beeld over die mensen. Jij verwacht iets van die mensen. En omdat jij mensen misschien overschat of onderschat... ...verpest je het eigenlijk. Ja. Of in ieder geval de omgang verpest je het dan. Mm -hmm. Dus om daar bewust van te zijn... ...dat jij wel je oordelen hebt... ...en je vooroordelen... ...maar dat je dat niet in de weg laat staan... ...van wat er feitelijk aan de hand is. Ja. Dat is denk ik wel heel belangrijk... ...om te kunnen als hulpverlener ...of als iemand die gewoon mensen wil helpen. Ja, nou wat jij laatste, als laatste zei... ...vind ik heel belangrijk... Want ook als jij mensen gewoon wil helpen, niet per se als je het professioneel doet, mm -hmm. je, je hebt altijd bepaalde verwachtingen. En als je nou eens bewust bent van die verwachtingen, ik denk dat het daar ook over gaat, dan geef je iemand al veel meer ruimte om, het, om, om iets te leren en te kunnen. En om even verder in ons thema te gaan, is het denk ik ook wel belangrijk om even, even een goede definitie te te formuleren over waar we het over gaan hebben. Hè? Want we hebben natuurlijk hè, een visuele beperking, mensen die dus zien zijn, maar je hebt natuurlijk ook mensen die blind zijn. Mm. En wat is nou eigenlijk die definities? Want het, het verschilt nogal. Nou, er zijn heel veel termen en woorden die ik niet zo begrijp en waar ik ook niet zoveel bij kan voorstellen. Maar dat is allemaal natuurlijk wat we aan de gast kunnen vragen dadelijk. Maar hier staat bijvoorbeeld: de definitie van blind is een visus van minder dan 0,05 in het beste oog, of een gezichtsveld van 10 graden of minder. Dan ben je dus blind. Ja, bij, bij het woord visus ben je mij eigenlijk al kwijt. Um, heeft, visus, dat heeft natuurlijk iets te maken met het zicht, het, het zien, denk ja, ik. Ja, maar dat kun je dus meten in bepaalde, uh, in bepaalde percentage of bij bepaalde. Ik, he, mm -hmm. Want ik zie dan staan 0.05. Nou ja, in de klas vroegen ze altijd koeien of, uh, he, of wat, wat bedoel je dan? Ja, dan precies ja, mee? ja, precies. Nee, maar uh, wat houdt dat dan precies in? Kijk, 10 graden, daar kunnen je misschien nog wel iets meer over uh, van zeggen. Maar ik heb geen idee. Nee, dus dat gaan we allemaal opschrijven. Maar, maar oké, okay, dus met die visus van 0,05 bij dus blind. En wanneer je slecht zien bent, is dat je een visus hebt die minder is dan 0,3. Of een gezichtsveld van 30 graden of mm. minder. Dan ben je slechtziend. Ja, dus dat, als je aan die cijfers kijkt, kun je al zien dat dat iets positiever is. Maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Want ja. Dan kun je nog wel iets waarnemen. Mensen die blind zijn, die nemen dus niets waar. Mm -hmm. Ook wel interessant om daarop in te gaan, van hoe die mensen dan de wereld ervaren. Ja. Maar ik vond nog iets Lars, uh, dat vond ik ook wel bijzonder. Want hier staat ook een definitie van doofblind. En doofblind, dat wordt door het uh, Sociaal Cultureel Planbureau niet zozeer uh, beschreven of in ieder geval uh, erkend. Maar er zijn wel heel veel mensen die daar wel een soort van waarde aan hechten of een definitie over hebben. En doofblind, dat wilde dus zeggen, is een gehoorverlies van 35 decibel of meer gecombineerd met een gezichtsverlies en een zien van 0,3 of minder. Ja. Dus dat is een soort combinatie van de twee. Maar het is niet hetzelfde als wat bijvoorbeeld Helen Keller had of zo. Dat je dat je helemaal niks ziet en helemaal niks hoort. Hoe heet dat dan ook weer? Hoe dat? Dat weet ik niet. Dat nee. heet ik niet. Hoe, heet, hoe heet die vrouw? Helen, Helen Keller. Dat, weet dat is een heel bekend verhaal. Oh, dat ken ik helemaal niet last. Ken je dat niet? Nee. Oh. Nee, ja, dat is dus niet Moet ik even op, de, op gaan zoeken dan? Of je, is het een lang verhaal? Nou ja, nee, maar er worden ook vaak wel grappen over gemaakt. En daardoor ken ik het misschien ook wat beter. Ah. Um, maar die is, dus, die is dus helemaal blind ja. en helemaal doof. En die heeft heel veel nog bereikt, Tijmen. Ik weet niet of, je, of de gast daar misschien ook wat over kan zeggen. Yvonne. Ik, ik, ga het, ik ga het opschrijven. Helen ja. Keller? Nee, gewoon Keller. Keller. Helen ja. Keller. Heb je eigenlijk persoonlijke ervaringen met mensen die uh, blind of slechtziend zijn? Uh, nee, we hadden vroeger wel een buurvrouw en die had dan een, een, een zus. Uh, en die had, was dan zo geboren. Dus die was het altijd. Uh, en die, uh, die had daarna... Ja, dat was gewoon heel, wel heel apart om te zien. Die had dan geen ogen. Je, je nee, had geen nee, ogen? Nee, precies, ja. Volgens mij was het zo. Dan moet ik het wel goed. Maar ja, in ieder geval... <laughs> dus ik luisteren, als, als ik al goed luisteren, nou ja, last, Als dat... je het dan hebt over pedagogiek. Als kind had, dacht ik gewoon van, oké, okay, die, die heeft dus gewoon geen ogen. Maar die zag gewoon niet. En mm -hmm. dat was heel apart voor ons om mee om te gaan. Want... Hoe had hij dan nog een gelukkig leven? Zo ver ging je al denken als kind. Hè? Ja, maar dat, dat, dat zijn wel, ja, maar dat zijn wel realistische vragen. En dat vraag ik me vaak nog steeds wel af bij dat soort mensen. Van hoe krijgen zij nog het levensgeluk? En dat zijn ook allemaal vragen die ik hier al opgeschreven heb om aan de gast te vragen. Ja, ja zeker. Dus maar, ik, ik wil er heel graag naartoe naar de gast. Maar ik wil eerst even de wet wetenschap erbij halen. Om te kijken wat dat zegt. Laten we dat doen. Wetenschappelijk verantwoord. Nou, zoals altijd hebben wij twee wetenschappelijke bronnen. die we even kort gaan bespreken. En nu dus inderdaad met betrekking tot slechtziende jongeren. Ja, en die eerste brontuimen, ik schrok wel een beetje, had ik niet verwacht. Aan het aantal. Aan het aantal, ja. Ja, want uh, verlicht ons lars. Ja, in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau staat bijvoorbeeld dat er in Nederland alleen al 76.000 blinde mensen zijn en 222.000 slechtziende. Dat is inderdaad wel een heel uh, hoog aantal, ja. Ja. Ja, maar op zich, die zie je wel een beetje op het straatbeeld, maar dan waren er dus ook nog 50.000 jongeren uh, die een matige visuele beperking hadden en 18.000 een ernstige. Ja, dus, dus gewoon, hè, en dan hebben ze hier jongeren, hebben ze dus gedefinieerd van 6 tot 19 jaar. Maar dat is dus 50.000 matig, hè? die zijn ja. matig visueel beperkt en 80.000 ernstig. Dat ja. vind ik toch wel echt veel, ja. Ja. Zeker. En dan vraag ik me toch af van, hè, wat we net in het begin van de podcast ook uh, zeiden, waar zijn ze dan? Hè? Is, is on, of is onze sociale kring gewoon zo homogeen dat we gewoon alleen maar gelijke mensen om ons heen hebben? Ja, want waar begeven die mensen zich? Hè? Ja. Die zullen toch ook wel op bepaalde plekken komen waar wij ook komen, zou je denken? Zou je denken, ja. ja. Maar dat is allemaal, allemaal vragen. Ik ga het natuurlijk allemaal opschrijven. Ik heb hier ook een, hè, voor de mensen die luisteren en die het niet zien, ik heb hier een, een noodblok voor me waar ik dus al de vragen op schrijf, die nog net in me, op, in me opkomen. En wat ik nog vergeten ben om te vertellen, Lars, is dat wij deze aflevering ook hele speciale pedagogische verantwoorde snacks op tafel hebben staan. Ik vind het zelf tot nu toe de lekkerste die we hebben gehad. Verlicht ons, Lars. Nou, Het zijn volgens mij echt heerlijke aardbeien. Ja. Goede rode kleuren ook. Heb, heb je het al ingepakt? Nee. Moeten nee. we daar ook even stiekem tussendoor ja, we. Gaan ik doe het altijd stiekem, maar wanneer de bumper er is, dan pak ik altijd eentje. Zo. Oh, deed je dat zo? Ja, ja, ja. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Lars, bron 2. Dat is ook een heel interessant. Ik vond hem wel wat ingewikkelder eerst, maar ja, het, het, het stipt wel iets heel uh, maatschappelijks aan en misschien wel heel erg ethisch. Ja, ik, je hebt het mij uitgelegd, ik begreep het niet. Ja, nou, ik zou het proberen. Ik ben natuurlijk geen, geen, geen professor of geleerde op dit gebied. Nou, de bron die we nu gaan bespreken gaat over de link tussen cerebraal-visuele stoornissen en onze verbeterde zorg. Want het gaat dus over dat uh, je hebt cerebraal-visuele stoornissen, kinderen hebben dat. En dat is een verzamelnaam voor visuele stoornissen als gevolg van schade aan of één aanlegstoornis van uh, visuele systemen in het brein. Dus dat ja, wat gewoon... heb je nou eigenlijk gezegd? <laughs> ja, ik, ik gebruik ook alleen maar de teksten uit de wetenschappelijke artikelen. Nee, dat klopt. Dat doe je goed. Alleen, ik wil wel weten, wat heb je nou uiteindelijk gezegd? Nou, dat dus is gewoon een, uh, een, een bepaalde stoornis. Die dus kinderen hebben die, uh, die visueel niet helemaal meer uh, goed functioneren. En dat zit dus echt diep geworden in het brein. Wat dus kan komen door bijvoorbeeld bepaalde foutjes. Uh, Genetisch de, dan? Genetische of? foutjes mm -hmm. uh, of, of gewoon schade. Wanneer een kind ontwikkelt. Maar wat blijkt nou, is dat die cerebraal visuele stoornissen dus de belangrijkste oorzaak is van visuele beperkingen bij kinderen van het Westen. Het westerse landen dus. Ja. Dus dat betekent dat dus bijna al die kinderen die dus visueel beperkt zijn, dat die last hebben van dit soort stoornissen. Um, maar daar, dat is niet het enige wat, uh, wat, wat we hiermee willen zeggen. Maar dat gegeven hangt dus samen met de verbeterde neonatale medische zorg. Dus dat betekent eigenlijk dat we. Kinderen die eigenlijk te vroeg geboren zijn, of waar bepaalde uh, complicaties hebben opgetreden, dus fout, dingen zijn fout gegaan, ja. dat ze die veel sneller kunnen verhelpen. Waardoor kinderen, ook al hebben ze echt hele ernstige problematiek gekregen, toch nog kunnen overleven als baby. Ja, maar is dat in, alleen in westerse landen dan? Zei je dat net? Ja, hier staat het wel. Hier staat westerse landen. Ja. Dus dat is, is natuurlijk omdat het Arabische landen het anders werken met bepaalde onderzoeken. Oké. Okay. Maar ik vond het wel bijzonder, Dus is is omdat wij dus kinderen nu veel vroeger stadia in leven kunnen houden, dat daardoor wel veel kinderen die visuele stoornissen hebben. Ja, en wat ik daar interessant aan vind is die ethische kwestie, hè? wat ook voor de gast misschien interessant is om te beantwoorden. Van, mm -hmm. kun je dan verantwoorden en kun je dan een kind later met een kind later bespreken of met een iemand die opgegroeid is later bespreken van, wat vind je daar eigenlijk van dat je, eh, ja, dat, dat je dat wel bent opge, opgelopen en dat ze, ja. Ja, van we wisten eigenlijk dat er iets heel erg mis ja. met jou zou gaan, maar toch hebben we ervoor gezorgd dat jij het overleeft. Hoe kijk je dat tegenaan? Hoe kijk je dat uitstaat. tegenaan, ja. ja. En, en kun je dat wel bespreken met die, met die mensen? Want vaak is het ook zo, en dat staat ook in datzelfde wetenschappelijke artikel, hè, wat je overigens terug kan lezen in de show notes. En dan staat het allemaal heel mooi uh, goed beschreven. Maar uh, wat er ook in staat, is dat die kinderen ook heel vaak een, een beperking of een stoornis erbij hebben. Ja, omdat ze dus bijvoorbeeld schade aan de hersenen hebben... hebben ze daarnaast ook een andere stoornis. Bijvoorbeeld ook een andere lichtverstandelijke beperking... of autisme, et cetera. Ja, ja, en uh, ik, ik met al dat we nu gehoord hebben altijd... maar ik zou eigenlijk wel zo iemand willen spreken. Maar gelukkig hebben wij de next best thing... Iemand die hè, met die mensen werkt en daar veel over kan vertellen. Maar ik zou ook graag met iemand spreken die, ja, die zo'n leven heeft. Ik ja, zou die er ook hebben bij moeten uitnodigen. Maar helaas hebben we nu al een persoon die daar veel over weet. Maar ja, dat is ook... het budget was op. Ja. <laughs> <laughs> nu, nu denken de mensen dat wij onze gasten betalen. Nee, zeker niet. Want het zijn gewoon mensen die willen heel graag hun, uh, hun kennis met ons delen. En die hebben ze ook zeker. Want onze volgende gast die heeft heel lang gewerkt met deze doelgroep. Lars, zullen we haar in jouw nederige stilpje binnen laten? Ja, we doen de deur open. Deskundig verantwoord. Nou, zojuist is hier op de bank neergedaald <laughs> Yvonne Roeven. <laughs> Zij is jobcoach voor jongeren met een visuele beperking. Zeg ik het zo goed? Ja, zo zeg je het helemaal goed. Welkom. Dankjewel. Ik, zei, ik moet jij zeggen Lars, welkom, want het is jouw huis. Oh ja, ja welkom <laughs> in mijn huis. Nee, maar fijn dat je er bent. <laughs> Zeker ja. We hadden al heel veel vragen meteen, hè, Tijmen? Ja, we hebben allemaal onze blaadjes al voorgeschreven, want we hebben net al heel veel uh, zaken al uh, besproken. Dat heb je allemaal niet gehoord, maar uh, dat gaan wij allemaal aan jou voorleggen. En eerste instantie, wat houdt jouw werk precies allemaal in? Het werken met uh, kinderen of jongeren met een uh, visuele beperking? Ja, dat is wel een redelijk ingewikkelde vraag meteen, omdat uh, wij uh, werken multidisciplinair binnen Visio. En elk vakgebied heeft weer zijn specifieke taken en ook weer zijn specifieke doelgroepen. En ik werk dan op dit moment met name met de doelgroep uh, jongeren vanaf uh, ja, einde middelbare school, die voor een keuze staan om uh, door te gaan naar, uh, naar middelbaar beroepsonderwijs of mm. naar uh, studie. En uh, die erachter komen dat het niet, nog niet zo makkelijk is om die keuze te maken. Uh, jongeren met een beperking zitten toch met veel onzekerheid. Wat lukt wel, wat, uh, uh, wat lukt niet? En willen ze me straks wel hebben op die arbeidsmarkt? En ja, waar, waar ben ik nou eigenlijk heel goed in? En ja, juist bij deze doelgroep is het uh, van belang om daar extra aandacht aan te besteden. Ja, want Lars en ik hadden het in het voorstukje al even over dat. Um wij persoonlijk kunnen helemaal geen ervaringen hebben met, of ja, in ieder geval bijna geen persoonlijke ervaring hebben met mensen met een visuele beperking. Of in ieder geval ook niet in onze, in onze omgeving, ook zien. Nee, in en het dan... straatbeeld ook niet verder. Hè? Je ziet wel mensen natuurlijk, wat oudere mensen, met een stok en zo, en met een hond misschien, een blinde geleidehond. Ja. Alleen van die leeftijd, die, die zagen we niet zoveel. Mm -hmm. Eigenlijk bijna niet. Dus we vroegen ons wel af, inderdaad, kijken wij dan niet goed of kennen wij dan niet genoeg mensen? Of, ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja. Ik denk dat je ze misschien ook niet 1, 2, 3 herkent in het straatbeeld. Nou, is er natuurlijk zijn er scholen hè, voor, uh, voor uh, uh, kinderen en jongeren met een visuele beperking. Ja, die gaan dan ook al naar speciaal onderwijs. Dus uh, die zie je dan ook misschien wat minder ja, bij de uh, normale scholen. Maar uh, het is ook vaak ook niet uh, aan de buitenkant te zien. Er zijn ook gewoon jongeren waar je gewoon helemaal niks aan ziet. En die toch ernstig slechtziend zijn. Dus het is ook niet zo uh, dat, je, uh, dat je denkt van, oh, ze hebben een dikke bril op of met dikke glazen. Of uh, ja, het, stereotype dan beeld, het stereotype beeld inderdaad. Of ook voor sommige jongeren is het ook juist lastig als, als het niet te zien is. Want dan denken mensen, waarom zet je dan geen bril op hè, als je slechtziend bent? Maar het is echt, het gaat, uh, op het moment dat een bril niet meer helpt, dan komen ze vaak uh, bij Visio. Dat is de organisatie waarvoor ik werk, terecht. En um, ja, dan wordt er gewoon gekeken van, wat, wat heb uh, jij nodig? Uh, dit, jou, jij specifiek om uh, ja, aan jouw vragen beantwoord te zien. Want jij ja, is natuurlijk een hele diverse doelgroep ook, hè? Want het is natuurlijk, hè, we, we zeggen wel visueel beperkt, maar het is natuurlijk, uh, het is niet maar één soort visueel beperking. Nee, Want ik moet nee. ook altijd heel erg denken aan, uh, het verschil bijvoorbeeld als jij vanaf je geboorte al visueel uh, beperkt bent. en wanneer je het geworden bent. Ja, heb je, heb je, kom je dat verschil tegen in je werk? Ja, ja, nou ja, er zijn heel veel verschillende soorten. Dat maakt het ook complex en dat maakt het ook. Voor iemand die daar niet mee te maken heeft, heel ingewikkeld. En uh, daarna is het ook niet zo gek dat je in stereotype beelden vervalt. Omdat het eigenlijk gewoon te veel is om, uh, om uit elkaar te houden. Dus is dus denk als je omgaat met iemand met een beperking Belangrijk dat je gewoon heel duidelijk de vragen stelt. Wat zie je? Wat zie je niet? Waar heb je hulp bij nodig? Dat je dat gewoon... Dat is dat is bij iedereen zo verschillend. De een functioneert het best in donker, de ander functioneert het best met extra licht. De een heeft heel goed overzicht over een bepaalde situatie. De ander kan alleen maar een heel klein detail in een ruimte zien. Dus je kunt de een met de ander gewoon niet met elkaar vergelijken. Het is uh, ja, wat dat betreft heel, heel erg gekleurd en divers. Maar dan is het dus wel bij de organisatie waar jij voor werkt, dat, er, uh, dat die wel allemaal samenkomen daar. Wat bieden yeah. jullie dan aan? Wat dan bijdraagt ofzo, of zo, wat dan passend is bij toch die grote groep eh, die dan met die handicap zit? Ja, wat ze dan uh, ge gemeen hebben is dan uh, de beperking. Dus ze lopen allemaal in die zin tegen hetzelfde aan op bijvoorbeeld een school, dat ze bepaalde aanpassingen nodig hebben. Uh, er is een bepaald cluster, zoals je de clusters hebt voor uh, de auditief beperkte, heb je ook voor de visueel beperkte een cluster. Dus als je dan eh, onderwijs volgt, dan wordt gekeken of je binnen dat cluster valt. En dan heb je ook recht op bepaalde eh, begeleiding vanuit de slechtziende zorg. En dan mag je langer doen over toetsen en allemaal dat soort dingen, aangepast examen. Mm -hmm. dus, eh, dus dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. Is het mogelijk voor iemand met een visuele beperking om in het reguliere onderwijs? Te zitten of is dat gewoon echt niet te doen? Ja, zeker wel. Uh, sterker nog, de meeste zitten in het reguliere oh. onderwijs. Ja. Uh, tegenwoordig, de laatste jaren, is het zelfs zo dat uh, het visio-onderwijs. Um, alleen, de, daar word je eigenlijk alleen op toegelaten als er meerdere vragen zijn dan alleen de visus. Dus dan uh, is er al sprake van extra begeleidingsbehoeften, behoefte aan de kleine klas uh, en heel veel persoonlijke ondersteuning. Ja, ja, ja. ja daar ja. hebben we het net ook over gehad, dus dat heel veel ja. mensen met zo'n visuele beperking ook vaak ook andere stoornissen of, of, of handicaps ja, of een andere stoornis of, of een moeilijke thuissituatie waardoor blijkt dat, er, dat, het, mm. dat ze thuis ook niet uh, aan kunnen omdat er andere dingen spelen. Uh, dat kan ook nog een, een, een reden zijn om toegelaten te worden tot het speciale onderwijs. Maar de tendens dus al de afgelopen jaren is dat uh, jongeren en ook blinden... zelfs blinden en slechtziende uh, kinderen en jongeren... in regulier onderwijs functioneren met ambulancebegeleiding. Oké, okay, dus dat is wel nodig, ja. zo'n persoon die wel meekijkt ja, dus, af en toe. Ja, aan... en die alle regelgeving kent. En dan komt er ook wat een budget vrij voor de school... op het moment dat een uh, leerling toegelaten wordt voor, tot die cluster... En daar kunnen ze ook uh, speciale materialen voor aanschaffen. Ja, dus dat is eigenlijk het onderwijsstuk. Uh, Wil jij dat Lars zijn met jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Wil jouw idee dan naar podcast.aanbestaatjepedagogischverantwoord.nl? Ja, ja, en, en dat, dat onderwijsstukje, kijk, dat past natuurlijk perfect bij hè, om mensen voor te bereiden op een maatschappij. En ja. dat is denk ik ook wel waar, waarom wij dit onderwerp willen bespreken in onze podcast. Omdat, uh, kijk, we willen met z'n allen nu meer naar een maatschappij waar we meer naar elkaar omkijken. En yeah. voor elkaar zorgen. Ja, dat verzorgingsstaat idee, dat is een beetje weg, of dat willen we weg hebben. Mm -hmm. ja, dat, dat participatie maatschappij, hè? De, ja. van, dat we op elkaar letten, op elkaar, voor elkaar zorgen. Mm -hmm. En daarom is het wel heel belangrijk om ook te weten wat iemand ons nodig heeft. Ja. En ik denk ook uh, uh, omdat dit voor mij en voor Lars ook niet echt een bekende doelgroep is, willen we weten van ja, hoe gaan we ermee om als we zo iemand tegenkomen, of dat die, uh, want wij willen wel graag daarmee doen, Lars, of niet? Zeker, ja. Ik, ben, yeah. ik wil graag weten wat ik dan, uh, wat je dan kan doen. Ja, dus ja. daarom is het ook wel, wel interessant dat je dat zegt, dat dat, dat al, uh, al, al zo ook in het onderwijs gewoon heel erg uh, echt, uh, ja. naar voren komt, zo te zeggen. Ik had het net al eventjes over, een, uh, uh, over die twee groepen, hè, van wanneer je geboren wordt met een uh, visumbeperking en wanneer je uh, dat later oploopt. Ja. Is daar een groot verschil in met die mensen begeleiden? Want ik kan me bijvoorbeeld heel erg goed voorstellen dat iemand die, de, die dat geboren is, dat dat toch heel anders is dan wanneer je dat gewoon, wanneer je niets anders weet. Ja. Klopt. Ja, heel frustrerend is... ook trouwens. Ja. Als ik nu in één keer, mm -hmm. nu in één keer veel minder goed kon zien. Ja, klopt. Ik denk dat het uh, ook wel uitmaakt uh, wat de beperking is en uh, op welke leeftijd je die hebt gekregen. Wat je merkt is als uh, kinderen die daarmee geboren zijn, die weten niet beter. Mm -hmm. om het, ja, het klinkt misschien een beetje cru, maar dat is wel zoals het is. Ja. En uh, die weten ook niet wat het is om uh, goed te kunnen zien. Dus dat is voor hun ook bijna niet uit te leggen. Uh, van wat, wat die slechtziendheid dan inhoudt. Want voor hun is het geen slechtziendheid. Ja, dat is grappig inderdaad. Ja. Ik heb een keer op, op school, op de basisschool heeft een, een leraar dat hem een keer proberen uit te leggen aan de klas. Ja. En toen zei hij um, dat een blinde net zoveel ziet met zijn knie. Als. Nee, 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 dan zeg ik het dus verkeerd. Nee. Wat hij dus zei was: um, jullie zien, Een blinde kan net zoveel zien met zijn ogen als jullie met je knie, zei hij. En ik kon daar echt niet bij met mijn hoofd. Ik snapte niet precies wat hij bedoelde. Uh, maar je ziet dus niet zwart. Want ik dacht als kind: van die blinden, die zien zwart. Maar zo werkt het dus niet. Ja, maar zwart ze is ze ook wel iets zien dan. Hè? Of ja, precies. Moet ik zien? Of word ik nu een beetje mindblown? Uh. Nee, maar ook, ook dat is weer hè? De, um, helemaal geen licht zien. Vaak zie je nog wel dat uh, afhankelijk van de oogaandoening. Ja, precies. Ja. Uh, wat er, wat er weg is, kijk, er zijn speciale oogaandoeningen die progressief zijn. Die beginnen dus met een heel klein beetje, zoals retinitis pigmentosa is zo'n aandoening. Dan begin je met een normaal uh, uh, zien. En in de loop van, meestal begint zich dat ergens in de puberteit uh, uh, zichtbaar te worden, dat het gezichtsveld wordt langzaam aan twee kanten kleiner. Tot je uiteindelijk gewoon nog een speldenknopje ziet en langzaam oh. ook blind kan worden. Oké. Okay. En dat is dan natuurlijk heel heftig als je op een gegeven moment die diagnose gesteld wordt. En je weet, nou, binnen nu en tien jaar zou het zomaar zo kunnen zijn dat ik niks meer zie. En hoe begeleid je zo mensen dan? Want dat is toch vreselijk. Dat eigenlijk een beetje, hè, dat ik kan het, iets wat nieuw in me opkomt is dus bijvoorbeeld MS. Dus dat je weet, van het ja. gaat veel slechter worden. Dus dat is met die ja. mensen op visueel gebied. Hoe ga je daarmee om ja. met die mensen? Ja, je kunt het een beetje vergelijken met een rouwproces. En nou is het ook nog zo met, met dit soort oogaandoeningen. Uh, kan het ineens heel snel gaan? En het kan ook jarenlang hetzelfde zijn. Mm. Dus uh, ook bij dit soort uh, uh, jongeren of jonge mensen, of mensen in het algemeen is het wel belangrijk dat ze daar goed in uh, begeleid worden. En ja, dat het heel bijzonder zou kunnen zijn als ze ook bij de dag kunnen leven. Wat dat betreft, hè? dat ze uh, heel erg het uh, aanvaarden zoals het nu is. En ja, elke keer uh, is het een beetje inleveren en afscheid nemen van dingen die je kan. En dat zie je dat dat soms gewoon heel, uh, heel moeilijk is. Ja. ja, we hadden het even over wat je kan doen, zeg maar. Ja, als je er niet zoveel mee te maken hebt gehad. Ik sta wel eens in de trein en dan zie je mensen uh, die willen dan de, 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 de uh, wagon, of hoe noem je dat, de trein in, instappen. Ja. Ja. En dan vraag je je altijd af van, moet ik dan nou helpen of zo? Je krijgt een soort ja, ongemakkelijk gevoel, hè? Uh, En je, ik denk dat jij dat dan een beetje gewend bent. Ga ik van, hoe, je, hoe moet je dan... Uh, hoe moet je met die mensen dan omgaan? Moet je dan vragen: wilt u, wilt u hulp of zo? En zeker met kinderen lijkt me dan heel lastig. Want je wil wel helpen, maar je wil ook niet dat ze zich gaan schamen of zo ergens voor. Dat vind ik zo nee, lastig. Nee, precies. Ik denk dat je dat, uh, ja, dat het niet helemaal zwart-wit is. Maar ik denk dat de meeste uh, slechtzienden geen hulp willen. Die, uh, en ik denk dat ze ook leren of geleerd hebben over het algemeen. om zelf hulp te vragen op het moment dat het niet lukt. En ik denk wel dat ik denk, ja, soms kun je een situatie even bekijken en dan zie je van, nou, volgens mij is het in dit geval even handig als ja, even, ja. Hm. even iets doen Of dan kun je het altijd vragen: van goh, kan ik uh, iets voor je doen of kan ik je even helpen, vraag het dan. Ja, ja sommige mensen gaan al meteen iets uh, al doen of die komen ook te snel dichtbij, waardoor iemand ook kan heel erg kan schrikken. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, daar, daar gaat het een beetje om. Gewoon vragen is altijd uh, dan wel een goede manier als je het niet zeker weet. Ja, zeker met jongeren natuurlijk. Ja. Hè. Het is wel goed om dan eerst te checken: is dit oké? Ja, want je noemt ja. al een paar situaties. Um, maar waar lopen deze als we het even focussen op jongeren, waar lopen jongeren nou echt het meeste tegenaan in hun groeiende leven met zo'n visumbeperking? Dat zijn echt de dingen waar ze echt moeite mee hebben als je het vergelijkt met mensen, met, of ja, met gewoon de gemiddelde mens. Ja, het is um, een beetje afhankelijk of ze in het reguliere onderwijs zitten of op speciaal onderwijs. We uh, je... doen ze even reguliere regulier. Regulier, ja. Want op speciaal onderwijs merk je dat de sociale contacten in de omgeving minder worden. Uh, in het reguliere onderwijs uh, is het heel erg per persoon verschillend. Want je ziet heel erg dat uh, leerlingen die um, compensatie hebben, dus in anderen die gewoon qua persoon of die. Uh, die, die gewoon uh, heel goed uh, iets kunnen. Bijvoorbeeld, als je heel goed kan leren, dan heb je ook wat te compenseren. Dat die het uh, makkelijker redden dan jongeren die wat kwetsbaarder zijn, die echt heel hard moeten werken, die, die toch ook wat moeilijker aansluiting vinden in een omgeving. Ja, dan zie je gewoon dat ze uh, ja, zich wat meer kunnen terugtrekken. Dus daar moet je wel een beetje alert op zijn. Dat ja. daar, uh, dus die moet je be yeah. blijven betrekken in, uh, in het yeah. proces of, of bij de yeah. groep. Of, yeah. Dus dat is misschien wel, wel goed om te weten. E, ook inderdaad voor de, voor de pedagogen die luisteren en voor de mensen die, uh, die er mee te maken hebben in de praktijk. Dus gewoon inderdaad, uh, hetzelfde wat je bijvoorbeeld hebt bij kinderen die bijvoorbeeld buiten de groep vallen. Mm -hmm. Gewoon extra aandacht. Maar dan is het yeah. ik ook altijd wel interessant om wat is nou het goede balans tussen iemand helemaal vertroetelen mm -hmm. en, 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 ja, en of loslaten. Ja, er yeah. natuurlijk, zit natuurlijk ook wel een. En, en, en ik denk natuurlijk altijd, hè, de middenweg is het beste natuurlijk. Ja. Maar ik vind het soms ook wel lastig om, om ook, bijvoorbeeld wanneer ik op zelf persoonlijk op een stage ben, om een kind ook weer niet te veel aandacht te geven. Klopt. Omdat dat, daar die kinderen natuurlijk wel weer misbruik van kunnen maken. Want die gaan ja. weer te, te veel zich afhankelijk opstellen. Klopt. ja. Van hoe, ja. hoe kun je daar het beste balans in houden voor een show? Um, ja, daar is toch ook denk ik goed onderzoek doen om te kijken wat iemand nodig heeft. Mm. En ja, dat, ja ik, is, dat is wel een lastige hoor. Maar ik denk uiteindelijk is het beste dat uh, elke jongere gewoon zelfstandig leert worden. En hoe doe je dat? Op de, op de, ja, ook door, door uh, vallen en opstaan, letterlijk. Ja, zelfs laten doen. Hoe ja. heet dat ook weer van Vygotsky, uh, Lars? Ja, je, je zone van naaste ontwikkeling bereiken. Toch? Dat bedoel je toch? Daar had je, je, is, ja, je, is, daar had je vandaag nog over. Ja, dus. je, ja. Hebt, je test me meteen even voor mijn theorie. Uh, mijn ja, kennis, zeker. Maar, ja, uh, je ja, hebt die afgestudeerd. Je moet dat weten dan. Haha, doorgaan, haha dan, krijg je <laughs> dat weer? <Yeah. laughs> Hij is daar pedagogisch verantwoord. Maar dat is wel een mooie op zich, want dat is wel een discussie die ook binnen ons eh, hulpverleners binnen de slechtziende zorg wel speelt. Of je ziet dat er eh, mensen zijn die wel heel erg beschermen om ze juist te behoeden van, van, van keuzes die, die waarvan eh, bijvoorbeeld begeleiders denken dat gaat hem niet worden of dat gaat nooit lukken of dit gaat hij, hij of zij gewoon niet halen. En een andere uh, team die zegt bijvoorbeeld: van ja, maar dat moeten ze zelf ervaren. En laat ze het zelf onderzoeken. En laat ze maar uh, tegen de lamp lopen en uh, de verkeerde keuzes maken. Dus daar, daar zit nog wel ook af en toe. Uh ja, verschillende... ja, precies. Ja, want als we weer even naar die situatie in die trein gaan. Kijk, als die meneer of mevrouw die dan die trein in wil komen. en dat gaat er allemaal redelijk goed. Ja, wie weet heeft die meneer dat zo geleerd. omdat hij een paar keer bijna van die trap was gevallen of zo. of dat hij net, nog net zich heeft kunnen vastpakken en dat helemaal. Dus in dat, het, het kan ook wel heel goed. net als eigenlijk bij alle opvoedende mensen. gewoon wel eens goed zijn om ook eens mensen te laten maken. Maar dan ja. toch, dan is dat dan toch wat. ja, dan is dat toch wat, wat, wat anders met iemand met een beperking. Want die wil je dan toch eerder beschermen of zo. Ik weet niet. Dat is dan toch, dat is dan ja. toch iets. Ja, ik heb dat ook, zeker. Ja. 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 En je ja. ziet al sneller dat iemand wat kwetsbaarder is, ja. denk ja. ik ook. Hè? Dat, ja. dat zie je. Maar te, tegelijkertijd ja. is het ook volgens mij waar dat andere zintuigen weer beter werken of zo, is dat klopt dat? Ja, daar zijn ze wel meer op gericht, want uh, ik kan me wel herinneren dat ik wel iemand een keer hoorde zeggen van oh zit die en die hiernaast. Terwijl ik had niks gehoord. En dat was echt een ernstig slechtziend meisje en die had gewoon uh, diegene al gehoord aan de stem. Dus ja, oh. ik denk dat ze wel dat er wel meer focus is op andere zintuigen. Ja, ja. en zeker bij kinderen die nog aan het ja. leren zijn en zo. Dat lijkt me heel ja. bijzonder als je bent toch een soort superman op gebied van <laughs> nou ja, nee op het gebied van luisteren en het gebied ja. van ja. Uh, aanraking ja. en zo. En uh, ja. dat is ja. toch heel bijzonder eigenlijk. Hè? Ja, dan heb je natuurlijk ja. de cheesy zin van je beperking, je kracht maken. Weet je dat is een beetje die zin die vaak wel wordt gezegd. Maar dat is dat is wel een beetje een voorbeeld daarvan, toch? Ja, nee precies. Ik vraag me nog wel af. Hè. Je vertelde dat je 15 jaar al uh, dit werk eigenlijk doet of met deze doelgroep klopt, werkt. Ja, klopt. Dan moet wel een soort passie zitten dan. Hoe, hoe, hoe verklaar je dat dan dat, dat, dat je dat zo leuk vindt? Nou ja, ik vind uh, werken met mensen heel leuk. En ik moet ook zeggen, ik heb uh, met een heleboel verschillende doelgroepen gewerkt inmiddels uh, bij VCO. En ik uh, ben nog steeds. Uh, uh, studerende, dus ik, 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 ik uh, leer ook nog van allerlei dingen bij. En ik kan het allemaal weer toepassen in het werk. En ja, mensen blijven gewoon uh, heel leuk om mee te werken. En nu die jongeren doelgroep vind ik echt geweldig. Vind, ik vind het zo mooi om die, jongen, die jongeren die, die gewoon aan het begin van hun uh, loopbaan staan... om die uh, te zien en uh, enthousiast te zien worden. En, en zoekende ook natuurlijk. En ja, gewoon te kijken hoe je daar uh, een beetje naast kan kunt staan om samen te onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Ja, en heb je dan een mooi voorbeeld van waar iemand naartoe is uitgestroomd bijvoorbeeld? Uh, toch met, ondanks die beperking? Ja, nou, dat zijn... Uh, um, ik doe ook wat, wat trajecten dan. Voor die, ook, wij hebben ook een poot arbeid, heet dat. Uh, commerciële trajecten via UWV. Dus dan uh, mogen we ook jongeren, maar ook volwassenenzorg doet dat ook... Uh, die uh, slechtziende mensen... M, ja, Begeleiden naar, naar werk of naar ander werk. Dus dat is misschien allemaal te ingewikkeld om dat hier nu uh, uit te leggen. Maar ik zit dan meer bij de Wa-jongeren, de, de jongeren, uh, jongeren met een Wa-jong uitkering. Mm -hmm. Die uh, zijn nog uh, verbonden aan UWV. En dan mogen we die uh, krijgen we soms een traject om ze naar werk te begeleiden. En als dat lukt, is dat gewoon zo fijn. Ja, want waar gaan ze ja. dan bijvoorbeeld naartoe? Of? Ja, ik, er zijn een paar jongeren, een paar jongens, die heb ik mee mogen ondersteunen. En die zijn in de ICT uh, oh. terechtgekomen. Hoe ja. moet ik me daarbij voorstellen? ICT is hoeveel met, met, met PC en computer werken? Ja, maar verstaan. daar kun je dus heel goed uh, aanpassingen uh, ja. verzorgen. Vergrotingen, spraak. Er zijn een heleboel software... Uh, wat juist uh, helpt, spraakondersteuning ja. dus. Ja. En, ja. en uh, uh, het, het braille schrift, dat schrift ja. met de puntjes, wordt dat nog veel gebruikt? Of is dat ook wel een beetje verouderd dan? Nou, nou, het braille schrift wordt steeds minder gebruikt... maar je hebt nu op de computer een braille leesregel. Okay. Dus dan kun je bijvoorbeeld je mail lezen en dan die puntjes... die zijn dan uh, flexibel, zeg maar, dus die lichten op. Dus die, die uh, ja je leest eigenlijk in één regel, mm -hmm. kun je hele verhalen oh, wow. lezen. Oké. Okay. Dus eigenlijk een interactief braille regel. Oh, Oké, okay, dus het wordt heel erg vloeibaar allemaal. Yeah. Wow, Oké. Okay. Ja, oh, ja wow, dat, dat is echt heel niet. mooi. Ja, want je hebt natuurlijk in de, dat, dat zie ik dan wel weer in het straatbeeld. In de bussen nog, nog altijd. Ja. Als je dan op de stopknop drukt, dan voel je allemaal van die. Ja. puntjes. En dat is dan nog dat ja. oude Braille schrift. Maar ja. wie weet hoe het allemaal in de toekomst eruit ziet. Dat je overal van die led-schermen hebt. Met allemaal van die bolletjes. Ja. ja. Nee, nee. Maar, Ja, ik, zie, ik, 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 ik fantaseer dan weer door. Dat mag jij, dat mag jij. Ja, ik vraag me ook heel erg af. Mensen met een visuele beperking worden ook puber. En die gaan ook natuurlijk op een gegeven moment uh, pers zich persoonlijk en lichamelijk ontwikkelen. Uh, en die lopen dan ook tegen dezelfde dingen aan waar, waar eigenlijk de gemiddelde mensen ook tegenaan lopen. Yeah. Heb jij mm. beeld over bijvoorbeeld hoe uh, mensen met zo'n beperking ook relaties aangaan? Of misschien zelfs intieme relaties. Hoe, hoe, yeah. hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Als je elkaar niet goed kan zien? Of yeah. hebben ze dan ook mensen of hebben ze dan ook vaak contact met mensen die ook een beperking hebben? Of heb je daar zicht op? Yeah. Nou, misschien wel te weinig. Want het is wel waar we het veel met collega's onderling over hebben. En er is een. Uh, we hebben een jongerencafé in Nijmegen. Oh. Waar uh, één keer in de drie maanden, is, is het geloof ik op dinsdagavond, komen we vanaf 16 jaar een uh, uh, soort lotgenotencafé, kun je het noemen. Maar dat is vooral voor de ambulante begeleiding. Dus dat, dat, en dat loopt heel goed. Dus dat is, dat is wel heel mooi. Dus dan zie je echt zo'n uh, club die dan. Uh, en twee begeleiders zijn er dan mee zijn er dan bij om. Uh, ja, gewoon een beetje gesprekken mee te voeren. Oké, okay, maar dus die, die gaan niet daten ofzo dan. of zo of dan? Ja, kan dat sluit maar een beetje. kan wel hoor. Het kan wel. Het ge dat gebeurt natuurlijk ook, want die gevoelens zijn niet anders. Nee, natuurlijk niet. Alleen, ik heb daar niet altijd heel goed zicht op, maar ik merk wel. Omdat ik ook wel eens dacht van oh, dan past die misschien leuk bij die. Of uh, dat je, krijg je alle beetjes uit fantasieën. Nee, ja, wingman spelen dan. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maar dat je merkt dat juist, uh, bijvoorbeeld een, uh, een meisje met een. Uh, die zegt van ja, maar. Waarom zou ik dan ook uh, juist een partner uh, moeten kiezen met een beperking? Ja, dan denk ik. Ja, waarom ook eigenlijk? Ja, ja dat, uh, dat is ook zo. Dus ja. dan. Uh, ja, vaak zie je het ook bij het die gewoon. hele ontroerende ja. films. Zie je het ook vaak. Ja. Dat, dat dat juist niet gebeurt. Als je toch ja. juist zo'n zo, zo persoon met een handicap. dan meer juist ja. moet vindt zonder. Uh, weet je, dat zijn er ja. vaak of In weer... ieder geval niet dezelfde. Ja, ja. 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 ja mooi. Ja, oké. Okay, dus, ja. dus, dus daar zou voor een zoon wel meer aandacht voor Ja, ja vooral worden. de beleving uh, en intimiteit. Ik denk dat daar nog wel. Ja, dat blijft gewoon een hele belangrijk onderwerp voor jongeren. En ik denk ook als je blind bent, goh, hoe, 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 ja. hoe, hoe, hoe zit het? Ja, dat vraagt me heel erg af. Hè? Want ja. Ja, goed, voor ja. intimiteit en voor relaties, dan is, dan ja. is voor mij zicht heel mm. belangrijk. Dus hoe, hoe ervaar je dat dan ja, als je dat niet hebt? Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Nee, ik vandaag. denk dat er maar één manier is om daarachter te komen: is een deel 2 van deze aflevering te maken oh, ja, ja, met ja, iemand die, hè, die dit gewoon uh, dagelijks ja. meemaakt, uh, ja. dit soort uh, problemen ervaart. Mm -hmm. hey, je had nog iets opgeschreven wat ik toch nog misschien ja. wel even wil behandelen. Ja, die, uh, die mevrouw. Uh, hoe heet die ook alweer, Lars? Helen, Helen Keller. Helen Keller. Wat was daar ook alweer mee? Nou, Dat is dus een vrouw en die was dus en blind en uh, doof. Mm -hmm. En die heeft dus heel veel bereikt. Het ja, is goed. wel echt een mooi voorbeeld eigenlijk van hoe het ook kan gaan. Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en het Tijmen van der Buiken. Ja, precies, want uh, dat, 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 daar kwamen we eigenlijk bij omdat wij ook een definitie hadden gevonden van doof-blind. En dat was zeg maar een combinatie van, uh, van, van blind en doof, uh, die niet werd onder, onderschreven door het Sociaal-Cultureel Planbureau, ja. maar waar wel veel mensen last van hebben. Heb, heb jij daar iets uh, heb je ja, zicht op? Ja, uh, ik ken uh, het wel. Want ja. het, is een, het is eigenlijk een combinatie van de twee of zo. Of is ja, het? ja, dat is een combinatie. En het is een, uh, ik ben nu eventjes. <laughs> nou, waar we hier zitten, ben ik even de naam kwijt, maar ik weet ook hoe het heet. Dus het is dus een naam. Uh, en vaak begint het met. Uh, is, het is een progressieve ziekte. Vaak oh, dat, als het, oh, dat, is. Het, het komt ja. ook weer, uh, weer langzaam op. Ja, oké. Okay. Je begint vaak met ernstige slechthorendheid. En dan langzaam gaat dat zicht minder. En als dan die diagnose wordt gesteld. Nou, dan, uh, dat is echt heel erg. Ja, want dan weet je, uiteindelijk ben je helemaal doof en helemaal blind. Dat is dan ja. het voorland. En um, dat is bijzonder. Ik heb in Nijmegen ook uh, is, op Calorama zitten ook mensen met een uh, doof blinde beperking. En daar heb ik ook wel eens iemand ontmoet. Die kwamen, ik werkte toen destijds in een café hier. En die kwamen vaak samen naar het café. En de manier waarop mm. zij communiceerden. En eentje ervan was beeldhouder, die woonde ook zelfstandig. Prachtig. Oh. Zo mooi om te zien. Maar ook de manier van communiceren is echt uh, alles op gevoel. En, uh, en dan hoorde je muziek. Ja, dan voelde die een beetje de, de dreun ja, ja, of, de zo. of zo. De bastoon. Iets, ja. En ja, dat wel, ik vond het wel heel integrerend hoe zij communiceren, met name. En uh, ja. Ja. dan ga je wel heel, helemaal terug naar een bepaald oergevoel of zo, hè? Want ja, je, mm. je zintuigen zijn gewoon bijna allemaal weg. Ja, dat ja. Lijkt me echt. Maar ja, goed, maar dus blijkbaar kan het dus wel, kun je wel nog functioneren, ook ja. al heb je dat niet. En ook als je ja. Ja, de, 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 het voorbeeld last noemde, die Helen Keller, dan. Ja. dan wat, wat is wat is zij ook alweer? Ja, dan, dan moet ik je toch het andere schuldig op blijven. Nou ja, ik, ik weet dat, dat er een verhaal is van uh, Helen Keller, en dat was heel bekend omdat hij allebei die handicaps had en toch heel veel heeft bereikt. Of ik is Usher. Ik ben In één keer heb ik hem weer. Ja. Oh, Usher, zo heet dat. Uh, Usher, ja, ja. ja, zo heet het. Okay. Maar het misschien moeten Usher. we ook even in de show notes wat over overzetten over, zetten over, 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 Helen, over Keller. Helen Keller. Ja, is goed. Ik denk wel dat ik voor jou ook mag spreken als wij wel heel veel uh, uh, vooroordelen bij onszelf herkennen. Wat, wat we, hoe we naar die mensen kijken eigenlijk en ook naar die jongeren die met een visuele beperking uh, te maken mm. hebben. Uh, en dat is wel een mooi vo voorbeeld van deze aflevering, die, uh, die legt wel de, de vinger op de zere plek wat betreft hoe mensen er nog steeds naar kijken. Kan je daar iets over zeggen? Over die... Ja, dat klopt. En dat is, um, ja, dat is bijna niet te, ja, dat is onvermijdelijk. Uh, ook wat ik in het begin zei, het is zo complex en elke slechtziende heeft weer een ander uh, verhaal, andere visies. Uh, het is zo moeilijk je voor te stellen uh, uh, om het goed uit te leggen. Daarom hebben we ook producten voor op Visio. Van hoe kun jij nu aan anderen kenbaar maken wat jij ziet en wat jij nodig hebt. Daar maken wij uh, nu sinds kort zichtbeschrijvingen. Dus dat een jongere mm. uh, gewoon echt zijn eigen paspoort maakt van nou, dit ben ik en dit, dit zie ik. En dit is hoe, de, hoe, hoe jij het ziet en dis, dit is hoe ik het zie. Hoe, en hoe ik op 10 meter iets waarneem. Of hoe ik dat waarneem. Of hoe ik persoon, wat ik van personen waarneem. En dan krijg je een heel mooi beeld. Uh, en dan kun je veel beter inleven. Van God, oh. dit is hoe iemand uh, de wereld om hem heen waarneemt. En dit en dit en dit heeft diegene nodig. Aan hulpmiddelen of, of hulp van anderen. Om uh, zichzelf zo zelfstandig mogelijk ja, te blijven. Het middelen die dan helpen ja. daarbij, ja, heel goed ja. eigenlijk. Oh, wow. ja, ja. zeker. En ik probeer een beetje een beeld te scheppen. Maar is het is dus echt een soort van, 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 van schilderijden. Of, of hoe moet ik het zien? Nee, het is echt een, een, een verhaal op papier. Eigenlijk uh, wordt het gewoon. Uh, ja, stelt iemand zichzelf voor aan de hand van zijn, uh, zijn visus, ja? maar ook om de omgeving te informeren. Want soms is het voor jongeren heel ingewikkeld ah, ja, ja. om elke keer uit te leggen: Ik heb deze aandoening en dit en dit en dit, en dat wil je ook niet als je jong bent. Je nee, wil niet nee, anders nee. zijn, je wilt niet uh, geen handicap hebben, je wilt niet visueel beperkt zijn. En als je het toch ergens op papier hebt staan, heel mooi op jou afgestemd, en je kunt dat geven aan je mentor of aan je stagebegeleider of straks ja, op een werkplek precies, en ja. mensen kunnen het dan rustig doorlezen en vragen stellen als ze daar dezelfde uh, mm -hmm. ruimte voor hebben, ja. dan geef je iedereen de kans om, uh, ja. Ja, ja, ja. wauw, om, uh, om daar dus gewoon uh, een, oké, okay, ik weet het, ja. ik, ik weet nu wat je, wat je bent, wat je doet en je hoeft het niet zelf uit te leggen en dan kan ik me daar al op, op focussen. En precies, en, en als ik daar wow. vragen over heb, kan ik die gewoon stellen, ja. ja. En het bespreekbaar maken natuurlijk. Hè? Oh, dat, dat is zo belangrijk. Dat hoor ik ook altijd terug van de jongeren. Ze merken heel goed of iemand echt geïnteresseerd is. of Ja, ja, ja. gewoon met zo, ja, ja. Ja. Hey, maar dat, ja. En dat is ook weer een thema wat in meerdere afleveringen terugkwam, is oprechte interesse. Ja, ja wauw. We ja. zijn hier wel goed bezig hier. We zijn maatschappelijk verantwoord bezig. Hè? We hebben het erover, we geven het aandacht, we gooien het op internet. Ja, nou, nou, nieuwe rubriek. Absolute. Maatschappelijk verantwoordelijk. Maatschappelijk... <laughs> ja, heel ja, goed. Uh, Yvonne, nog een laatste. Uh, Vraag aan jou, of in ieder geval nee, las jij, jij wil die vraag eigenlijk graag stellen, toch? Welke was het ook wel? Dan? Ja, dat is altijd jouw slotvraag, toch? Nee, ik <laughs> weet, echt weet je maar... niet meer? Nee. <laughs> nou, ga ik gaan voor jou doen, en dan weet je, dan denk je, oh ja, tuurlijk. Oké. Okay. Hoe gaat jouw doelgroep er in de toekomst uitzien? Oh ja, heb hem. Ik snap wel wat je ja, bedoelt. Ja. ja, ja. We gaan er over, zijn er over? Um, zeg eens, wat 50 jaar? Ja, nou, 20 jaar. Ja. Want uh, we hadden het net in het voorgesprek we het even over dat ook steeds meer mensen ervoor kiezen. Wanneer ze bijvoorbeeld bepaalde beperkingen zien in de baarmoeder of zo, dat ze er al kiezen om het vroegtijdig weg te laten halen en zo. Ja. En met die ontwikkelingen zie je dat er in de toekomst, zeg 50 jaar, worden er nog deze mensen geboren of, of is er nog werk voor jou? Of, ja. uh, 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 of hoe ziet het eruit? Of, nou ja, ja. Hoe ziet Mag het er nog eruit? zijn ook? Mag ja, het er nog zijn? Daar gaat precies. het ook over. Ja, Moeten we allemaal denken. perfect worden? Ja. Of mogen we nog uh, met imperfecties geboren worden? Ja, dat is dus een ethische discussie. Maar omdat de mogelijkheden er zijn om vroegtijdig uh, te onderzoeken, hebben ouders die keuze intussen. Hmm. Maar ik denk dat wat ons werk betreft, zal dat blijven bestaan. Omdat er uh, niet alleen um, al ja, van die vroegtijdige hmm. aandoeningen uh, zijn, maar ook uh, oogaandoeningen die in de loop der tijd uh, gewoon ontstaan. Ja, dat blijft bestaan? Ja, die ja. blijven bestaan. Of ook of, ja. Ja. En, en jouw werk zelf, hoe gaat dat influeren, denk je? Of misschien hoop je? Ja, nou ik denk, uh, een heleboel werk staat nog uh, in zijn kinderschoenen. Ik denk ook het begeleiden naar werken, daar, daar is nog zoveel te halen. En het goed informeren van uh, werkgevers uh, op scholen. Ja, ik denk dat daar nog steeds heel wat slagen te slaan zijn. En dat we daar, uh, daar goed in on kunnen ondersteunen. En voor iedereen een plekje vinden ook. Ja. Hè? Want nou, dat is ja, gewoon onmogelijk, dat. Ja, dat denk ja. ik. Steeds meer. Ja, ja. ja. Dus de, de toekomst zie jij positief in? Ik zie hem wel positief in, ja. ja. Met een lichte twijfel. Ja, ja, ik ben wel voorzichtig, omdat het wel. Je moet geluk hebben en een beetje knokken. Het gaat niet allemaal vanzelf. Mm -hmm. ja. Dus je moet ook wel sterk in de schoenen staan ja. buiten en, die begeleiding. Precies, en, en dat zijn weer hele belangrijke vaardigheden om ook mee uh, te oefenen en ja. aan te leren. Want ik bedenk me nou ook weer tijd, het is natuurlijk wel als jij met een handicap moet leven. Dan ga je ook wat meer knokken. Hè? Yeah. Je, je, je moet wel, denk ik. Yeah. Yeah. Want uh, de, de maatschappij blijft hard voor iedereen. En ik denk voor die mensen nog uh, iets extra. Dus uh, ik denk dat, uh, dat jouw tip om, uh, om wel gewoon even door te gaan, door te blijven gaan, dat het wel een goede is. Hmm. Ja. Yvonne, ik denk dat ik jou uh, van harte ga bedanken. Ja, <laughs> voor heel jouw bedrage. En, graag en dat je even hierheen wilde komen vanuit het vergraven. Ja, op zich is het niet zo heel erg ver hè, waar jij vandaan komt. Toch nee, lang was het rijden. Nee. Half uurtje. Je hebt natuurlijk ook gewoonde, nee, nee. Ja. in neem. Ja, dat dus, nee, dus nee, is voor mij heel, uh, heel erg als thuis. Kijk, ja. mooi. Leuk, ja. uh, Yvonne, dat was. En uh, ja, misschien tot ziens. Ja, ja. dankjewel. Je luistert naar Pegagonisch Verantwoord. Oké okay, Lars, Yvonne heeft het gebouw, of ja in ieder geval jouw appartement, verlaten. Ja. Even snel een conclusie. Wat vond je ervan? Uh, nou ja, weet je, ik merk weer hoe snel ik eigenlijk vooroordelen heb over, over bepaalde doelgroepen, maar ook bepaalde mensen gewoon, ja. Ja, en dat. En ik uh, vond ook dat we, omdat we dit onderwerp uh, niet heel lang geleden besloten hebben om, uh, om, uh, om erover te hebben, dat ik toch echt wel uh, het heel positief ervaren heb. In de zin van, dus, uh, zij moeten ook opgevoed worden en zij nemen ook deel in onze maatschappij. En ze horen in het straatbeeld eigenlijk, ook al zien we ze niet vaak. Dus het is gewoon ook pedagogiek. Ja, en niet alleen dat, het gaat ook over kwetsbaarheid. Want um, je kan zeggen, die mensen moeten ook opgevoed worden. Maar niet alleen dat, die mensen met slecht zicht, die hebben gewoon een kwetsbaarheid uh, waar je mee om moet gaan als maatschappij. En kinderen, die, hun kwetsbaarheid is dat ze jong zijn, en dat ze heel veel nog niet kennen. Dus, dus, dus dat uh, het is allebei. Het, is het gaat over hetzelfde, weet je wel. Uh, en, en Zo'n visieprobleem. Um, visus probleem ik weet ja, niet ja maakt eigenlijk niet uit het is altijd hetzelfde nou ja in ieder geval ja dat dat is gewoon dat is gewoon ook een, een iets waar je mee om moet gaan en waar je iemand mee moet, moet helpen op een of andere manier al moet ik wel zeggen Timmer ik, ik zou het nog steeds lastig vinden als ik toch zo iemand tegenkom op straat van hoe ga je dan hoe ga je dan, dan toch een beetje mee om ja en ik denk ook aldoende leer mensen dus het is dus nu niet dat jij uh, uh, nu in één keer een soort van ervaring hebt gehad, een inzicht hebt gehad... waardoor je nu een totaal verlicht wezen bent. Nee, uh, ik denk als je er vaker mee in aanraking komt en er bewust van bent... Uh, hoe je daarmee om moet gaan of dat je afvraagt van... hey kan ik iets doen of juist niet? Hè? Wat Yvonne ook al zei, van hè, ik, meestal moeten die, moeten die blinde mensen helemaal geen hulp... en willen ze gewoon het zelf oplossen. Ja, vond ik wel bijzonder om te horen ook. Had ik niet verwacht, of tenminste niet dusdanig dat, ze, dat, dat de meesten dat toch zo zien... En ik moet even wat rechtzetten. Want wij waren net een beetje aan het kloten met die uh, Helen Keller. In ieder geval. Ja. En ik heb opgezocht wie dat is. Ja, want jij uh, je, had het als voorbeeld. Want het is een mevrouw. En je moet je voorstellen, dat is kei lang geleden. Het is een mevrouw die, die was geboren in uh, 27 juni uh, 1880. En ze is gestorven op 1 juni uh, 1968. En zij is echt een, uh, een mevrouw die is door een ziekte blind. En doof geworden. Ja, dus ja, ik heb het allemaal opgezocht, Lars, even dat mensen het niet het nog apart oefenen. op te zoeken. Ja, ik vind het fijn dat als ik iets uh, in de podcast gooi, dat jij dat gewoon uiteindelijk ja, even joh, allemaal toelicht. En zij uh, is, is gewoon heel erg populair geworden, blijkbaar omdat zij dus universitaire studie heeft afgerond. En zich uh, heeft verdiept in vijf talen: Engels, Duits, Frans, Latijns en Grieks. En ook tientallen boeken heeft geschreven. Ja, en vertel ook nog even op welke leeftijd zij dat aangeleerd heeft. Want dat is le uh, leuk voor onze uh, doelgroep, en onze podcast. Nou, zij heeft zeg maar dat. Um, wacht. 13 maanden of zo was ze. En toen ja. was ze. 17, ja. Zevende. Nou, zij heeft dus op haar zevende, e door middel van een vingeralfabet. heeft zij uh, ervoor gezorgd dat zij dus zich heel erg kon aanpassen aan, uh, aan de kinderen met een normale ontwikkeling. Dus dat is echt. Ja, dat was voor die tijd sowieso al geniaal. als je als vrouw al uh, je op deze manier ontwikkelde. En zeker als je doof en blind bent. Ja. Dus nou, ik snap die... heel goed dat jij die benoemd hebt. Die ja, dat dus was het toch wel passend. En de die heeft dan inderdaad wel pedagogische kwaliteit gehad. Als je iemand zo ver uh, kan brengen. Ja, zeker. Misschien is het ook wel leuk om dat ook weer een keer in de toekomst uh, te benoemen. Maar over twee weken hebben we gewoon weer een nieuwe podcast met een heel ander onderwerp. Want we blijven natuurlijk uh, het pedagogische werkveld uh, doorgronden en uh, ontdekken. Ja. Lars, moeten wij nog mensen bedanken? Ja, we moeten natuurlijk uh, Yvonne bedanken. Ja, voor haar bijdrage. En ja. voor haar flexibiliteit. Hè? Dat ze nog zo snel eigenlijk op het laatste moment nog naar ons toe kon komen om deze podcast op te nemen. Dat ja. we hadden wel een beetje stressen, Lars? Nou ja, deze keer wel. Ja. Dat was toch een beetje spannend of we iets van elkaar kunnen krijgen. En we wilden natuurlijk graag jullie op, op de, uh, onze twee wekelijkse podcast uh, voorschotelen. En dat is toch weer gelukt. En mede dankzij uh, Yvonne. En als je natuurlijk meer wilt weten over het werk, wat bijvoorbeeld Yvonne doet, of iets anders. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de website van de Koninklijke Visio. Die kun je allemaal vinden in de show notes. Daar heb ik het allemaal neergezet. Uh, daar kun je allemaal uh, dingen, informatie opvragen... en misschien zelfs leuke filmpjes bekijken als je dat wil. Natuurlijk is Google ook je beste vriend... als het over dit onderwerp gaat. Maar ik denk dat onze show notes... wel een mooie plek zijn om te beginnen. En ook de eerder genoemde onderzoeken... die wij benoemd hebben, staan daar allemaal beschreven. Last ja. moeten we nog mensen bedanken? Ja, ik moet nog iemand bedanken. Uh, Marijn voor het maken van de foto's. Heel fijn. Zeker weten. Dank je wel, Marijn. Wordt altijd wel gewaardeerd... dat we ook mooi op het internet staan. Ja, ja zeker. Hé, hey, uh... Je kan natuurlijk gewoon op de hoogte worden gehouden van onze podcast. Abonneer dan op ons kanaal via je favoriete podcast app. Zeker, en we hebben de meeste luisteraars uh, komen binnen via Spotify. Maar mocht jij toch luisteren via iTunes, dan mag je ook even een mooie recensie achterlaten. En een aantal sterren ook daarbij, zodat we ook daar steeds hoger in de charts komen. Want afgelopen week stonden wij in de top 20 van wetenschappers. Wauw. Dat is toch wel weer een... Aanwinst. Ja, ik wil niet zeggen dat horen wij thuis, maar. Uh... Ja, we hebben het over hè, de verhalen, meningen en de wetenschap over opvoeden. Hè. Nou, dan passen wij daar wel mooi in. Als je nog benieuwd bent wat wij buiten deze podcast nog allemaal uitspoken. en als je op de hoogte gehouden wil worden. wanneer we weer een nieuwe podcast op internet zetten. dan kun je ons ook volgen op social media. We zitten op Facebook, Instagram en Twitter. Dan zijn we allemaal te vinden natuurlijk op het pedagogisch verantwoord. Ja, en zoals we elke keer zeggen, als je een vraag hebt... of een pedagogisch onderwerp waar je geïnteresseerd in bent... laat het ons alsjeblieft weten, want jullie input is zo belangrijk voor de podcast. Ja, zeker. En hoe meer gasten, hoe meer informatie, toch? Zeker, ja. De ja. pedagogische informatie. En Lars, ik moet natuurlijk ook jou bedanken hè, voor de accommodatie. Hè, want we zitten weer in jouw huis, dus dat moet natuurlijk ook wel gezegd worden. Ja. Dat we weer op jouw bank mogen zetelen voor deze aflevering. de keer bij jou thuis. Ja, ik vind het ook wel leuk misschien om bij mij een keer te doen kijk of dat ook gaat of dat, uh, of dat ook goede akoestiek is wie weet niet. misschien een beetje hol waarschijnlijk maar dan komen we dan wel achterlast komt goed mensen jullie ook hartstikke bedankt weer voor het luisteren en uh, blijf alsjeblieft zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord tot de volgende keer